dames en heren, welkom bij Fortuna SC TV. Voor de tweede keer hebben we, denk ik, een hele leuke uitzending voor u ingezet. Deze keer zitten we niet 100% live, maar we hebben geen nieuws. We hebben een co-presentator en dat is nemen zangers, dat is Maurice. En Maurice heeft tevens ook onze allereerste gast van vandaag bij zich. En dat is nemen zangers, dat is René Maassen. Ja, welkom René. Ja, dankjewel. Een van de coryfeeën, Mr. Fortuna. Heel gaat wedstrijden voor Fortuna gespeeld. Kan ze in het kort even vertellen wie ze bij Fortuna terecht is gekomen en waar ze best? Want we hebben natuurlijk ook het jongere kijkers. Nou ja, ik ben René Maassen. Ik werd Mr. Fortuna genoemd omdat ik de meeste wedstrijden voor Fortuna in het eerste heb gespeeld. En ik heb er 447 wedstrijden gespeeld. Alhoewel, als in mensen zeggen 448, ik weet het niet. In ieder geval heel veel. Ja, ik ben nu op dit moment 58 jaar. Ik heb ooit bij ESC in Hoensbroek gespeeld. En daar ben ik weggehaald door de scouts van Fortuna. Ik hou de keuze tussen Fortuna en Roda. Maar ik heb uiteindelijk toch voor Fortuna gekozen. Dat is een hele goede keuze, denk ik. En ik heb heel wat trainers gehad. Mijn eerste trainer was Joop Kassemiller. Ja. En dat is zelfs nog een keer manager geweest. Ik heb Handbergen gehad, ik heb Frans Keurven gehad. Ik heb Chris Dekker gehad, ik heb George Kessler gehad. Ik heb Pim Verbeek gehad, alhoewel dat was mijn laatste trainer. Daar heb ik niet zo goed mee kunnen vingen, maar dat maakt verder niet uit. Ik ben heel trots dat ik Fortunees ben. Alhoewel ik wel de laatste tijd wat minder bij Fortuna ben gekomen. De neem zal heel gaan namen. Dit waren een aantal trainers. Als ze nu eens terugdenkt aan spelers waar ze met samen hebben gevoetbald. Wat is dan de beste of misschien de meeste, degene die de meeste indruk op zich heeft gemaakt als voetballer? Nou ja, ik denk dat het heel moeilijk is, want ik vind de kindskeepers niet vergelijken met spitsen. Maar ik heb altijd een hele leuke relatie gehad met Mario Eleveld. Daar kom ook uit Hoensbroek, waar ik vandaan kom. En we hebben heel veel gelachen en lol geschopt. Maar daarentegen wordt ook een keeper die ik heel leuk vond. En dat woonde in Amsterdam, waar ik toen woonde, waar Ruud Haasp. Is op dit moment niet meer zo geliefd hier bij Fortuna, maar ja, dat kan gebeuren. Frans Thijssen heb ik nog heel veel herinneringen aan. Er wordt een speler die natuurlijk heel goed wordt in kappen en draaien. Nederlands elftal gespeeld, speler in Engeland van het jaar. En natuurlijk onze cultheld Johnny Lindvoort. Want daar heb ik natuurlijk heel wat spatjes met gemaakt. En ja, de holde dingen, dat was ongelooflijk. We waren van de week een interview bij Ton van de Borst. Destijds uitbater van Stad Sittard. Daar hebben we natuurlijk ook even over Johnny Lindvoort gehad. En de veel diende naam ook. Met gaat andere namen. Want destijds wordt dat toch een café. Wordt hier met heel veel spelers. Na een gewonnen wedstrijd met name. De boel aardig op stelte zaten. Ja, klopt. Stad Sittard was zeg maar ons café. Waar we naar de wedstrijd naartoe gingen. We zijn nog een tijdje nog geleden geweest. Maar uiteindelijk zijn we toch weer in Sittard teruggekomen. Heel verstandig. Ja, verstandig. Alhoewel, Sittard was geleden ook niet verkeerd, moet ik zeggen. Maar Stad Sittard, Fortuna Sittard, dat lijkt het beter. Ja, Johnny Lindvoort, Anne Evers, Wim Koevermans, Marie Eleveld, Frank Thijssen, Arthur Hooyer. Anton Jansen. Anton Jansen, Tini Ruijs, ja. Dan gingen we allemaal feest vieren als we gewoon houden. En die tijd verdienden we nog niet zoveel. Dus nou een overtje stappen wordt de hele winstpremie weg. Maar dat maakte niks uit. We worden wel een team. We hebben een fijn feest gevierd. Dan neemt ze een aantal namen. En dan denk ik ook terug aan een tijd. Volgens mij was dat zo'n beetje een team. Waarmee de promotie. De eerste promotie in 1981-82. Daarna een bekerfinale en daarna kwam een periode met een aantal mooie Europese wedstrijden. Ja, dat klopt. We zijn ooit gepromoveerd onder Frans Keurver. Maar dan vergeet ik natuurlijk ook nog Emis. Dat wordt natuurlijk ook een hele aardige speler en een goochelaar. Dat wordt Christo Mistru. Christo, onvergetelijk. Ja, onvergetelijk denk ik voor de mensen die toen echt heel dicht bij de club stingen. Ja, we hebben toen inderdaad ook de bekerfinale gehaald. Waarom? Omdat voor eigenlijk de bekerfinale gehaald. Tegen Groningen gewonnen in de halve finale toen met 2-0, dacht ik. Toepunt vanaf eigen helft van Arthur Hooyer. Toevallig kreeg er nog de bal van mij. Daar wordt een mislukte voorzet. Die hou ik wel eens vroeger. Dan komt bij hem en hij scoorde vanaf de middenlijn over de keeper heer. En ja, toen wordt eigenlijk de finale een feit. En toen moesten we tegen Feyenoord spelen. Maar Feyenoord is dat jaar kampioen geworden. Pakte de dubbel. En zodoende kwamen we weer in het Europese bekertoernooi terecht. Ja, en toen hebben we hele leuke wedstrijden gespeeld. Dat klopt. Nu we het toch over die periode hebben. Ik heb nog het gevonden. En je wordt in dit tijd al behoorlijk professioneel bij Fortuna. Een spelerskaart van René Maassen uit het seizoen 81-82.
zeer professioneel, zo'n spelerskaart. Hebben ze een paar hurkjes meer als tegenwoordig. Het enige wat ik heel erg lullig aan deze kaart vind, is de veelgedrukte handtekening. Ja, wordt het makkelijker. Hè, dus ik zou dich eigenlijk willen vragen, ik heb het nooit durven vragen, maar zo stoel voor mij 38 jaar, na dato, deze kaart willen tekenen. Dat wil ik zeer zeker, maar dat is toen geïnitieerd. Waarom? Op open dagen kwamen heel veel lui en in het begin hadden we gewoon kaarten. Er moest voor, ik zeg wel, 700, 800 handtekeningen zitten. En dan kregen we eigenlijk wel een lamme pols van. En de wets, profvoetballers zijn een beetje lui, die houden daar geen zin in. Dus ze hebben veel gedrukte kaarten gemaakt. Nou ja, maar... Ik mag... wil hem tekenen. Heel ger. Eronder, erboven, erneven. Ram er doorheen. Dat doe ik. Zullen we hem ook eens even op de camera laten zien. Hij is er de jaren her. Gert verandert de handtekening. Misschien voer voor psychologen. Misschien dat die daar karaktertrekken uit kunnen halen. Dat zou best kunnen. Maar tegenwoordig met alles met de computer geschreven. Dus heb ze een toetsenbord nodig. Dus ja, ik schreef maar heel weinig. Alleen nog verjaardagskaartjes of ja, zo gaat. Breven schreef ik niet meer. Nee, dat sinds de Janse Bagger ben ik gewoon niet meer. Jawel, ik heb nog een vraag. De beste nou dat ze 16 jaar bij Fortuna hebben gespeeld, de beste nou ESC, Nieuwenhagen. Ja. En ik zie die ook staan naar Rios. Ja, dat klopt. Ik ben gestopt. Toen was ik pas 32. Volgens mij gaan we nog een paar jaar doorgekend. Maar ja. Ouder dan reed je dat ze zo vroeg? Ja, samenloop van omstandigheden. Ik voelde me een beetje gepiepeld door de toenmalige trainer. Ik zei okay. Op Pim Verbeek. Toen heb ik mijn contract ingeleverd en ben ik bij de hoofdsponsor gewerkt, wel goed hier, maar dat was eigenlijk midden in het seizoen. Toen heb ik een half jaar niet gevoetbald en toen ben ik inderdaad naar SVN gegaan in Nieuwjaar. Ja. Waarom? Omdat een oud collega van mij toen trainer wordt, Hans Zuidersma, daar had ook een hele tijd bij Fortuna gespeeld. En zo ben ik eigenlijk bij SVN gekomen en daar heb ik 8 of 9 jaar rondgerend. En op het laatste ben ik nog naar Rios gegaan, ben ik met de trainer metgegaan. Ja. Dat was Hans van Tussenbroek, dit verder niet ter zake. En dat ging toen naar Groene Ster, en dan heb ik ook nog gevraagd van, gaat ze nog met naar Groene Ster? Die speelde toen ook hoofdklasse. Toen zei ik, nee, dat doe ik niet. Ik ga meer tijd besteden aan de familie. Ja. Aan mijn zoontje en aan mijn vrouw. Gewoon ga lekker wandelen en zo gaat. Dat is er nooit van gekomen. Ik heb eigenlijk alleen nog maar op het terras gezeten op zondag. En ik ging wel eens naar het voetballen kijken. Dus, maar nu ja. Weet ik dat ze in dat tijd, deden ze ook bij die amateurs al 3-4 keer in de week trainen. En ja, nu zit ik te vroeg. Hoe vond ze dat een grote omschakeling van hier naar de amateurs gewoon? Ja, qua fysiek of qua arbeidsleven natuurlijk niet. Hè. Ik ben full prof geweest, dus ik trainde elke week wel een keer of 8-9. En als je dan 3 keer gaat trainen, is dat niet zo'n groot verschil. Zelfs een stuk minder, dat wordt wel te doen. Alleen de mentaliteit, dat wordt wel, de mentaliteit van mijn collega-spelers wordt wel heel anders. Ik word natuurlijk opgeleid om zich goed voor te bereiden om wedstrijden te winnen. En voor heel veel jongens wat ik toen mee spelen, wordt een beetje hobby. Onlangs dat ze het ook betaald krijgen. Ja, ja, ja. Ja, er waren jonge jongens bij die gingen nog op stap tot 4 uur of 5 voor 's morgens. En die komen dan een uur of 11 naar het voetbalveld om te kijken of er gaat te voetballen wil. En ja, daar hou ik af en toe wel eens problemen met. Alhoewel, ik vroeger toen ik ook voetballer word, ook wel eens op stap ging. Dan moet ik wel zeggen, dus het is niet zo dat ik een heilig boontje ben. Maar dat vond ik wel het grote verschil, de mentaliteit. Maar dat is ook logisch, hè. Het is die beroep of het is die hobby. Het is toch heel wat anders. Ja. En die hobby is geen verplichting. En het beroep eigenlijk wel. Er is een arbeidsovereenkomst aangegangen. Dus dat is een beetje het verhaal. Heel veel over het verleden gekauwd, René. Nu even over het huidige Fortuna. Komt ze nog bij Fortuna? En zo ja, in welke hoedanigheid? Nou, ik kom wel nog eens bij Fortuna, maar niet meer zoveel. Dat had een reden, omdat ik het ouder ben. En ik heb wederzijdse ouders, de ouders van mijn vrouw en van mij, die zijn een beetje hulpbehoevend. En daar geef ik heel veel aandacht aan. Maar ik kom nog wel eens bij Fortuna. Ik heb ooit een keer een kaart voor het leven gekregen, omdat ik Mr. Fortuna ben. Ik heb daarna nog zelfs 10 jaar hier nog gewerkt. Dus ik kan wel naar Fortuna toe als ik dat wil. En dat doe ik ook wel eens. En soms kom ik in een skybox. En soms zit ik op de tribune. En soms kom ik oud-collega's tegen. Zoals Ivo Vennings. Ja, dat ken ik natuurlijk. Hè. Daar heb ik met gevoetbald. Ik was heel jong. Ik heb met zijn pap gevoetbald. Mm-hmm. Dus ja, van dat soort dingen. Ik kom wel bij Fortuna. Maar niet meer zo heel veel. De volg zit waarschijnlijk wel. En het is natuurlijk geen geheim. De afgelopen 2 jaren spelen wij weer Eredivisie. Dat het
mede te maken ook doordat hij nieuwe mensen zijn neergestreken, nieuwe investeerders. Wie kijkt ze daar naartoe? Ja, ik zeg al, ik heb hier ook gewerkt. Hè. Ik ben ooit een keer met heel wat mensen ontslagen geworden omdat er nieuwe investeerders komen. Ze zeiden toen die bezetting of die staf of nummer op, die is in het murf gebeurd. Die hebben alleen maar negativiteit metgemaakt, geen successen geboekt. Die zijn er klaar met. Zijn andere mensen gekomen. Ik snap dat Jeker in de vervangbaar is en nemen ze zo misbaar. Alleen, we hebben nooit de kans gekregen om onder goede omstandigheden te werken. Dat zeg ik even terzijde. Ik vind het goed, want we worden toch op zoek naar mensen die in de club zouden willen investeren. Die zijn hier niet gevangen. Dat vind ik jammer. Want ik denk toch, als het mensen uit de omgeving zijn, hebben ze toch een betere binding. Het zijn nu mensen van buiten Nederland, zeg maar. Hè? Als je doelt op gun. En, ja, en misschien een toekomstige investeerder. Een toekomstige investeerder. Op zich is dat niet verkeerd. Dat is goed, want het gebeurt bij heel veel clubs. Hè? En ook nog heel veel clubs die heel veel succes hebben. Kijk maar in het buitenland, hè? Naar allerlei clubs. Alleen, ik vind wel, de binding werd gaat minder. En we hebben het altijd gehad over een familieclub. En ik denk dat gaat minder. Dat is mijn idee. Ik denk niet, kijk, door geld van boete af krijg je natuurlijk een budget. Dus de budget kunnen ze betere spelers kopen, kunnen ze resultaten boeken. Maar als die resultaten er niet zijn, wordt het een heel ander verhaal. Dus eigenlijk met die resultaten koop ze de hoogste supporters of teambinding. Dat ben ik deels met de Gens. Alleen zelf als supporter merk ik van een mindere binding eigenlijk nauwelijks iets. Daarbij denk ik toch ook dat er gaat gedaan wordt aan de binding. Met name ook bijvoorbeeld het aanstellen van een derde generatie voetballer die inmiddels directeur is. Ivo Fennings heeft ze net ook al genoemd. Ik denk dat dat er ook gezocht wordt buiten het internationale. En dan duidelijk de binding en de wortels en de samenleving van Sittard Limburg. Dat is duidelijk, maar dat is een beetje mijn idee, mijn gevoel. Van buitenaf komt heel veel, vooral het geld. En wie betaalt, die bepaalt. En ik snap ook wel dat ze mensen zoeken waardoor de binding beter werd of gecreëerd werd. En dat werd ook gedaan en dat is ook goed. Maar dat is een beetje mijn idee. En dat op zich ben ik misschien een rare. Van de andere kant, er is wel heel veel publiek aanwezig. In ieder geval meer dan voorheen. Kunnen we ook dat er Eredivisie gevoerd wordt. Uiteraard, ander platform. Ze zijn te proberen overal connecties te leggen. Hè? Maatschappelijk verantwoord ondernemen, noem maar op. Op dat gebied zijn ze goed bezig. Daardoor creëren ze ook natuurlijk binding. Dat is waar. En als we dan toch over het huidige voetbal hebben. Wat zijn die verwachtingen voor het komende seizoen? Ja, dat is een beetje moeilijk. Hè? Dat is een beetje koffiedik kijken. Want ik denk niet dat de hele selectie rond is. Hè? Trouwens, ik weet nog niet wie hem nog allemaal hier is. Is dat bekend? Dat is grotendeels bekend. Alleen er moeten nog wat versterkingen komen. Er zullen nog wat versterkingen moeten komen. Eerste versterking is inmiddels binnen. Dat is Thomas. Hansson is binnen. Mooi vierjarig contract. Daarmee geeft ze denk ik ook een signaal af. Ik denk het wel. Ook, dat is natuurlijk veel als ze nu komen ook zo gaan. Van willen de Geer hebben en dan mocht ze 4 jaar rond rennen en voetballen om zich te bewijzen. En ook voor de club dat ze eens hebben wat ze op kunnen boeren. Dat we gaat van kunnen maken. Maar er zal inderdaad nog het bij moeten. Ja, dat denk ik. Ik weet het ook niet. Hè. Kijk, ik weet ook niet wat andere ploegen doen. Heel vaak is het afhankelijk wie is de start. Wie komen ze te zitten met blessures. Wie komen ze te zitten met schorsingen. Wie komt ze in tegenstanders tegen? In welke hoedanigheid? Zijn die in vorm? Zijn die niet in vorm? Hebben die schorsingen? Hebben die blessures? Dus ja, dat is een samenloop. Dat is heel moeilijk. Hè? Je kent ze competitie achterstevoren spelen. Het is een heel ander resultaat dan wanneer ze de gewone competitie zou spelen. Ja. Dus dat is, ja, zo zin ik het. En ik denk nog 4 vaatsen, de kinderen wel ongeveer aangeven van, nou, dat zit wel goed. Het is stabiel achterin. Aanvallen is het goed. Pak hier en door puntjes. Het beter dan de concurrenten die eigenlijk in de onderste regionen zouden spelen. Maar laten we eerlijk zijn, ik denk niet dat Fortuna in de bovenste regionen gaat spelen. Nee, dat is ook heel moeilijk voorzien. Voor spelen in het rechte rijtje. En als we het heel goed doen, dan houdt voor degradatie uitzicht een heel seizoen lang. En dat zou best kunnen. En daar geloof ik ook in. Dus ja, nogmaals wat ik zei. Afwachten wie verstarten. Afwachten wie de blessures zijn. Dus ja, op basis daarvan, de eerste 4, 6, 7 wedstrijden, alhoewel dat ook nog maar een heel klein gedeelte is, kan ze gewoon zeggen waar ze eindig is. Maar ik wil eigenlijk maar aangeven, budget bepaalt heel vaak de stand op de ranglijst. Ja, en ja, inderdaad. En ons budget is niet het hoogste. En met dat beperkte budget hebben we het afgelopen jaar toch maar weer gedaan.
al was het een afgebroken seizoen. René, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview. Ik wens je heel veel geluk en gezondheid en we spreken elkaar ongetwijfeld nog een keer. Ik hoop het. Wel leuk om hier te zijn. Dankjewel. Goed zo. Goed mensen, dan gaan we nu kijken naar de videoclip Geboren en Getogen. Geboren en getogen.
was dan de videoclip Geboren en Getogen van de CD, die trouwens nog altijd te verkrijgen is in de fanshop. Ik weet dat er daar nog een paar liggen. En de opbrengst van die CD, die gaat nog altijd naar Kika toe. Dus ik zou zeggen, rap nog een keer naar de fanshop. En daar ligt die CD nog altijd. En als je nog een wilt hebben, snel zijn. Fortuna in mijn bloot, daar gaan we nu her. Maries is deze week op paard geweest. Maries, Fortuna in mijn bloot, een terugkerend item bij de SCTV. Vertel eens, wat ben je geweest? Ja, inderdaad, Arno. Fortuna in mijn bloot. Terugkerend item. We vinden voor eenmaal aan het woord laten dat een band heeft met Fortuna. Deze week ben ik geweest bij Ton van de Borst op de Merdenzittert Café Stad Zittert. Ton is al jaren supporter, sympathisant en ook uitbater geweest van Café Stad Zittert, waar menig Fortuna-overwinning gevierd is. We gaan nu even kijken naar het interview wat ik deze week met Ton heb gehad. Fortuna, Fortuna, doe zits mee in het bloot. Fortuna, Fortuna, weer gewoon hand in hand. De trots van ons Limburgse land. We zitten hier in Café Stad Zittert, ook wel bekend als de Hoeskamer van Zittert. En naast mij zit Ton van de Borst. Ton, je hebt al heel veel jaren een verbinding met Fortuna Zittert. Kent je ons en de kijkers eens vertellen wie dat zo gekomen is en wie ze zich dat door de jaren her zo ervaren hebt? Ik ging met de pap naar het oud baanderterrein, wie er nog stangen om het veld her stongen. En dan moest ik dus onder de stang door in het gras gaan zitten. En als Adang of zo en de broederspeler de Keulner kwam nemen, moest er die poeten moest allemaal opzuiven. Als dat dan gebeurt, waar dan ging we terug zitten. We spelen alweer 2 jaar Eredivisie. Wie hebben ze die laatste 2 jaar ervaren? Ja, die laatste 2 jaar, dat is bonus eigenlijk. Hè? Want we waren niks meer gewend. En nemers hoog had verwacht dat dat zou gebeuren. Ik heb helemaal geroepen van de enigste redding voor Fortuna is dat als ze per ongeluk een keer promoveren. Dat ze gaat meer centen binnen, Chris, want anders, als ze daar onder in de kelder is hangen, wordt dat dus nooit gehad. Mm-hmm. Want ik heb geen geld genoeg binnen. En gelukkig is dat per ongeluk gebeurd. Ik kan me ook vorige periodes in de Eredivisie nog herinneren. Toen was toen nog uitbater hier van de café. En wordt het toch een café waar menige overwinning gevierd is en wordt op zaterdagavond kon spoken als Fortuna eigen voetbalt. Kent ze dan misschien een schet meer over vertellen? Ja, dan kan ik natuurlijk beugen verschrijven over de periode van de Eredivisie. Wie die hier nog in de baan had voetbalde, dan waren het de weg naar de stad voor de lui. Nu stappen ze in de auto en gaan ze hevig, maar toen waren het te voet terug naar de stad. En of ze nu het Heerlen komen of het Kerker komen die hier klant waren, dan wordt hier binnen wordt gefeest. En als in de bijzondere wedstrijd wordt hier voetbal, dan waren het dus dubbel feest. En dan komen later op de avond komen de spelers nog binnen, dus dan waren het nog 3 dubbel feest. Markante figuren als Anton Jansen, Anne Evers, Wim Koevermans, hebben we hier vuil over de vloer gezien, maar naam die natuurlijk niet mogen breken in dat rijke, is de man die ondanks weer tot grootste cultheld die in Zittert is uitgeroepen. De one and only John Lindford. Ja, Sean was dat. We waren op vakantie in augustus en we komen terug. En toen waren Lindford al in geleven Zittert, maar we hadden hem nog nooit gezien. En toen voort we met zijn treintje van de Promsfeerste voort we door de stad. En dan zat hij achterop en dan zei Sean tegen een van de jongens: wat is dat eigenlijk? Wat is dat voor een? Ja, dat is de nieuwe voetballer van Fortuna. No, wat hebben ze zich dan nu binnengehaald, zegt Jan. En hoe zit ze al jaren zijn beste vriendin? Als ze moet voetballen, dan is er keurig netjes op tijd te bedden. Nou, van tevoren, alle verhalen die over hem rondgaan, dat er zorgen zaten waren ze zonder voetballen. Dat is dus nooit waar geweest. Hij heeft helemaal zich van tevoren netjes gedragen. En als ze een wedstrijd gewonnen waren, ja. En die bleven op het laatste manoeuvre, ja, dan komt een olifant tevoorschijn. De olifant, ja, dat is zo'n verhaal, de olifant. John Lindford, de Elephant Man. Kent ze daar misschien eens een klein tipje over toelichten? Nou, dat is dus typisch Engels.
alle engeltjes hebben ze gehad, of het nu vrouwen zijn of mannen zijn, als die stappen zijn. En die hebben het te veel gehad, dan gaan bij de mannen gewoon de boekse tasje in de boete. En dan geeft het slurfje in de boete en dan zijn ze de elephant man. Hè. Ja, dat is er helemaal, dat is engeltje humor. En in het begin koos dat hij, de dames die koos dat niet bevallen natuurlijk. Een ganse rits van boete alleen voort heb ik. Een ganse rits die ze goed had leren kennen. Ik heb met Koevermans en Anne, die zijn al jaren terug met de Vasselhaven. Komen ze naar ze, Annie of geweldig weer, die oude, met die tandjes tegen ze met een twee. Theo en Thea tegen die, ja. Dan stonden die twee lang en niet tussen het volk en ja, dan kosten ze het rek. Maar wat is nu de schoonste herinnering van dich als je denkt aan Fortuna Sittard? En of dat dan een persoon of een moment is, wat is voor dich het allerschoonste? De allerschoonste wedstrijd die ik me kan herinneren is de bekerwedstrijd waar een dagje bij PSV uit. Wie voor dat met 3-1 hebben gewonnen. En toen regende het stroomt. En sorry voor het woord, maar het was wel zo. En je stond met Erik Boes, zo voor allebei in de regen. En dan zijn we in de rust. Zijn we binnen gebleven. En toen wordt het 2-1 en 3-1 nog rust. Maar dat de wedstrijd. En daarna hier bij ons gaf de burgemeester permissie om langer op te houden. Dat is een van de schoonste Fortuna-avonden. En kijk, die andere kampioenschappen waren natuurlijk ook leuk, maar dat is zo wit weg. En natuurlijk FC Utrecht goed, hè. Dit vorig jaar, twee jaar terug, hè. Wie daar die tribune vol zoot, hè. Dat was geweldig. Een andere herinnering, als ik denk aan Fortuna, als ik denk aan Stad Sittard, dan ontkomen we er natuurlijk niet aan om die schoonzoon Arsène eens even aan te halen. Arsène, ja, hij heeft de pech gehad om een verschrikkelijke ziekte te krijgen. Is daar ook aan overleden. Hij zag volgens mij, ik laat me niet kisten. Leg me maar in een man met een Fortuna-vaan erop. En zo is er hier ook de deur uitgedragen. Wie herinnert zich Arsène ook in het kader van Fortuna en alles wat er omheen is? Ja, ik heb de eerste keer dat ik Arsène heb leren kennen, waren op het voetbalveld. Voetballen niet tegen hem. En na de rand zijn we er samen gaan voetballen. Daar heb ik goed bevallen bij Donner. We hebben wel veel spas gehad. En bij Fortuna, hij was nog fanatieker Fortuna als ik eigenlijk. Hij zou op een gegeven moment bij dat tof gebeuren. Mm-hmm. En in een tijd dat ik naar me ging, had er dus mij overgehaald van kom ook erbij. Ik ben ook toen bij dat tof gegaan. En ja, Fortuna waren alles. Fortuna waren eigenlijk alles. We zijn bij, zijn laatste vakantie in Amerika bij Elvis zijn we geweest. En daar staat er dus bij het graf van Elvis met de sjaal en de muts en alles van Fortuna. En, dat mooiste dan toch voor jou vastgelakt. Ja, ja. En zo is er de berg in Alpe d'Huez opgegaan. Ja, met geel-groen, ja. Wat vind je van de Turkse investeerder die zich bij Fortuna heeft gemeld? Nou, wat ik daarvan vind, is het belangrijkste. Dat we onze heer hebben binnengehaald. En een man die ontzettend beleefd is, als hij die een keer gezien heeft en heeft die voorgesteld, dan werd er de keer erop, werd er die naam nog. En in dit niveau van club-eigenaren, nou is dit eigenlijk een rustpuntje. Ik ben blij dat bij ons gebeurd is, want als hij het fout was gegaan, dan houden we dus gans Nederland ons nou gewezen van Hubbel de Pup. Hè. En dat kan nu niet gebeuren. En nu heeft er dus een compagnon, waarschijnlijk, waarvoor van eigenlijk nog niet veel van weten, maar wat een ogende heer moet zijn en een flamboyante heer moet zijn. Dus ja, laat maar komen. Maar wie ziet voor dich het volgende seizoen eruit? Heb je al een seizoenskaart of wie ziet dat er in die geval uit? Nou, het volgende seizoen, ja, we hopen dus dat we in september op afstand kunnen gaan kijken, dat het als ze gaan beginnen, want dat ziet er toch heel goed dat ze in september weer gaan voetballen. En dat we dan op afstand in het stadion mogen zitten. Ik ben dus ook van het sympathisantenbestuur. Dan moeten de kaarten moeten dan verdeeld worden. Voor de sympathisantenvereniging, de nieuwe vereniging, is pas de akte gepasseerd. De leden betalen allemaal een overbedrag op de contributiekaart, op de seizoenskaart. En die centen die gaan naar de jeugdacademie. Dus dat wat veer dus extra genereren, dat geeft naar de jeugdacademie.
verblieven in de, dat kan ik wel al verklappen, verblieven in de Van Bommelzaal. Dat werd een sympathisante café. Dus daar bleven we voor zitten. En zo moesten we maar afwachten wie het zin in draai kreeg. Dan heb ik nog een laatste vraag voor dig. Als toe immers, zoals morgen uitnodigingen voor dit item, wat we ook de volgende keer weer gaan opnemen. Waar heb je dan in gedachten dat we dan voor de camera zouden moeten vragen? Nou, we hebben op het moment geen hoofd van de jeugdacademie, maar dat zal er binnen een paar weken waar we zijn. En ik denk dat het misschien wel leuk is, en aansluitend op de centjes van die van de sympathisanten naar de jeugdacademie gaan, om de hoofd van de opleidingen eens te nodigen. Ton, ik wil dich heel graag bedanken voor het interview. Het waren schone verhalen en wellicht dadelijk aan het buffet komen nog een paar schone verhalen bovendrijven. Hartelijk bedankt en laat verhopen op een schoon Fortuna seizoen samen. Graag gedaan. Hè. Stadzitter, wat een leuke man Maries. Maar de Elephant Man? Ja jong, Johnny Lind voor ogen een leuke man. Dus de heeft heel te vertellen. Hij komt over 4 weken. Hij komt er naar het stadion. Nou, dan ben ik eens benieuwd of voor mij op de basis staan met de Elephant Man. Ja. Goed, volgend item. Ja, volgend item. Ook weer een terugkerend item. Elke aflevering gaan we weer een skieken in het Fortuna Museum. Fantastisch museum hierboven in het stadion. En elke keer wordt daar een voorwerp of een periode aangehaald. En deze keer gaan we weer in deze rubriek, die we de titel hebben gegeven, Zo waar het vreugder, gaan we terug naar de tijd van Fortuna 54 en het ontstaan van het professionele voetbal hier in Sittard-Gelein. We staan hierbij de foto en een tekst over Giet Joosten. Giet Joosten die leefde van 1922 tot 1993. Deze Giet Joosten introduceerde het betaald voetbal in Nederland. Hij ging met vrienden op bezoek naar de beroemde watersnoodwedstrijd in Zeeland. Een wedstrijd die werd gespeeld tussen Nederlandse profs en Franse profs. En waarvan de opbrengst bestemd was voor Zeeland, wat op dat moment geteisterd werd door een enorme wateroverlast en wateroverstromingen. Op de terugweg van Parijs, Nederland had de wedstrijd gewonnen, zei Joosten tegen zijn vrienden in de auto, en nu gaan wij in Nederland ook betaald voetbal oprichten. Zo gezegd, zo gedaan, Giet Joosten richtte Fortuna 54 op. Een nieuwe club die zomaar ging bestaan en wat heel bijzonder was, de eerste betaalde voetbalclub in Nederland. Joosten contracteerde spelers, bekende Nederlandse voetballers, profvoetballers, die eerst voetbalden in Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje. Overal haalde hij ze vandaan. De beste voetballers van West-Europa. En zo ontstond een heel erg sterk team. Toen Joosten Fortuna 54 had opgericht, kwam er veel protest van de KNVB. Want Joosten richtte namelijk de NVB op, de Nederlandse Betaalde Voetbalbond. En dat mocht niet van de KNVB. Wat nu? Ja, toch doorgaan, zei Joosten. Ik heb niks met de KNVB te maken. Wij gaan het betaald voetbal in Nederland introduceren. Zo organiseerde hij, samen met de spelers die hij gecontracteerd had, een geheime training. Dit is de allereerste foto geweest van een geheime training in Nederland van betaalde voetballers. Maar dat niet alleen. Omdat hij zoveel goede voetballers had, werd Fortuna 54 ook uitgenodigd door clubs in heel West-Europa. Van Real Madrid tot AC Torino, Lana Rossi, Rapid Wien, Arsenal, Chelsea, etc. Tegen al deze clubs heeft Fortuna 54 gespeeld. En dat hebben wij allemaal te danken aan Giet Joosten. Superleuke items in ons Fortuna Museum. Maries, de volgende.
Ja, wat ik ook altijd heel erg leuk vind je hier bij Fortuna SCTV is ingezonden filmpjes. En ik heb er weer een, hè. Echt een hele leuke. We hebben een skelterrace. En voorzien daarin Juri, Liam, Fenna en Des. En naar dat filmpje kunt je nu even gaan kijken. Ja, dat wordt een skelterrace. Ja, dat wordt een gekke weer. Ja, gek, leuk hè. Echt fantastisch. Maar we hebben nog een filmpje binnengekregen. Wat ja, want dat kwam via, trouwens, via de mail. En je mocht er aan mij doen. Hè. Stuur even naar onderstaand adres uw filmpjes. En dan, dan selecteren we weer zo'n beetje. En dan komen ze misschien op Fortuna TV. Fortuna SC TV. Deze is van Sjoerd. Sjoerd ja, Salde, ja. Luister, wat ga je doen? Luister. Sjoerd op saxofoon. Maar een heel kort filmpje van Sjoerd. Maar Sjoerd, als er nog meer van die filmpjes hebt, jong, stuur ze maar door. En dat mocht je hier natuurlijk ook doen. De onderstaand e-mailadres, even je filmpje sturen. En dan komen ze misschien in de uitzending van Fortuna SCTV. Maries? Ja, als het belkje weer gaat rollen, dan gaan we natuurlijk voorbeschouwen en nabeschouwen. Als we weer wat wedstrijdmateriaal hebben. Wat voor deze keer Waal hebben gedaan, is een speler gaan interviewen. En we hebben ervoor gekozen een van onze mannen uit de eigen regio. De best bij Clint Essers geweest, heb ik gehoord, Arno. Ja, het was warm, Maurice. Maar wel heel leuk. Ja, ik heb het gehoord. Het was warm, daarom heb ik het boete gedaan op de tribune. En laten we eens gaan kijken wat je ervan gemaakt hebt. Clint, welkom bij Fortuna SCTV. Ja, dank je. Op de allereerste plaats. Wie is het? Ja, goed. Gezond. En dat is het belangrijkste in deze tijd natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk een hele vervelende periode achter de rug. Wie hebben ze die vervelende periode zelf beleefd? Ja, lastig. Want toevallig heb ik een blessure gehad. En kwamen we mee allemaal op een operatie uit. Mijn sleutelbeen. En het was nog spannend of dat door kon gaan. Dus voor mezelf was het... wat de operatie het belangrijkste wat even voorop stond. En ja, voor heel Nederland is het gewoon en familie. Gewoon iedereen in quarantaine en de handhaven aan de regels. Volgens het een vervelende periode. Vond ze zich even ja, een beetje rust. Dus was ook wel even lekker. Nee, ik vond het wel een vervelende periode. Ja, ondanks die blessure heb ik wel alleen maar binnen kunnen zitten. En natuurlijk is het liefst op het veld en kijk ze naar de wedstrijd. En, ja, tuurlijk. Ik denk dat we dat allemaal hebben. Precies. En dan begint nu alles weer een beetje te draaien. Ja, wie herpakt zich dat weer? Ik bedoel, ja, wie geeft ze zelf weer de strijd aan, zeg maar? Ja, langzaamaan hebben we weer zijn schema's gekregen. En daar zien we nog volop mee bezig. En dus iedereen in het persoonlijk schema, en, dat zien we nog aan het rennen. En, maar qua dingen doen in de vakantie is het nog altijd een beetje quarantainegevoel. Omdat ze nog overal wel nemen met groot publiek. En, zoveel mensen kunnen komen. We hopen wel dat we weer met het publiek mogen starten. Precies, dat is ook bedoeld, ja. Hey, in 7 april 2017, dat zal een dag zijn, dat is al heug, hè. Want dat was die debuut tegen Helmersport. Ja. De wedstrijd werd gewonnen met 4-1. Wat is er sindsdien en nu anders bij Fortuna? Ik denk wel, ook, als kijk binnen de club, is een stuk professioneler. Ook als wat nu allemaal bij de club speelt en wat niet speelt. Er waren toen nog een aantal dingen qua voeding, qua training, qua velden. En, ja, alles was nog niet geregeld, zeg maar. En nu zie je gewoon dat alles gewoon wel geregeld is. En dat overal rekening met kunnen gehouden kunnen worden.
Dus nu kreeg ze voeding wat echt bij een topsporter past. Toen waren het alleen pasta en ja, dat wel paste met bolognese saus en snapse. Ja, nu is het gaat uitgebreider. Precies, nu is het echt topsport. Professioneler. Ja, dat is het grootste verschil. Ja, ja, er is sindsdien en nu is veel gebeurd met de club. Ja, het hoogtepunt hoef je denk ik niet te vragen, want dat was... De promotie natuurlijk. Ja. En daar zijn we natuurlijk allemaal blij om geweest, om die promotie. Maar wat dicht dat voor dich? Ja, voor mij was het natuurlijk een hele mooie stap. Ook persoonlijk in mijn carrière. Ik had dan bij het promotiejaar, wat dan echt het jaar daarvoor mijn debuut gemaakt. Maar het promotiejaar kwam ik echt aan het spelen. En heb ik me ook kunnen bewijzen als een echte profvoetballer, zeg maar. Die dat toestuurt. En dit was eigenlijk, de Super League was eigenlijk dan de voorbereiding op het echte werk. En dat is natuurlijk de Eredivisie. Dat is echt een stap hoger. Ja, want je bent een één keer speler van de Eredivisie. Ja, juist. Ja. En als het dan toch iets positiefs om te pakken uit de Super League, hè? Wat was dat? Of wat is dat? Is er ook iets positiefs uit te halen? Ja, zeker. Ik denk ook vooral voor de jonge jongens, zoals ik toen. In die tijd, dat veel speelminuten kunnen krijgen. En, ja, verzongen toen nog niet voor de eerste en tweede plek te spelen. Dus jonge jongens kregen zeker hun kansen. Maar ja, zoals ik zeg, in het laatste jaar ben ik belangrijk geweest in het promotiejaar. En ja, is dat wel te behalen door de Super League. Ja. Voor de oude lichting, ja, dat best eigenlijk alleen nog dicht, best nog over, zullen we het zo maar zeggen. Ja, Jorrit, hè. Ja, Jorrit ook uiteraard. Maar wie kijkt ze nu? Nog het nieuwe seizoen, want ja, we staan weer op het punt om te gaan beginnen. Trainingen beginnen weer en nummer alles op. Wie ziet die rol in het nieuwe elftal, zeg maar? Ja, ik wil gewoon een vaste basisspeler worden. En dat is wat ik vorig seizoen al geprobeerde. Maar ik denk dat ik weer veel geleerd heb in het Eredivisie seizoen. Ik heb ook veel gespeeld en ik heb ook mijn leermomenten gehad. Dat is inderdaad waar. Maar ik denk toch dat ik vooral kan gebruiken in het volgende seizoen. Ja goed, van die leermomenten kan ze ook iets positiefs halen. Ja? Zeker. Dan is het nu de hand voor. Wie is het met de blessure? Ja, dat is goed. Ik heb nu 2 maanden heb ik stilgezeten. En toen 1,5 maand heb ik stilgezeten. En toen begonnen we weer met trainen. Met de coronaregels. Met Fortuna. Dus dat was goed voor mij. Want de 1,5 meter, ik mocht nog geen duels aan. Dus dat was prima. Ja. Dus in dat opzicht was het wel een voordeeltje qua trainen. En nu wel rust gehad en we opstarten met de conditievormen en de loopjes wat vanzelf toe zijn. Nou ja jongens, Clint, de camera is heel even voor dicht, want we zijn dit aan het maken om de supporters een beetje te motiveren om straks weer lekker naar het stadion te komen. Is er iets wat ze tegen de supporters wil zeggen? Ja, kom lekker naar het stadion en dan is het top voetbal. Nee, dat niet. Het beste voetbal, maar we gaan altijd voor die 3 punten. En ze strijd wil zien en gewoon echt een ploeg wat ervoor knokt, dan moesten ze bij Fortuna zien. Hey, Clint, bedankt. Hè. Geen probleem. Ja, mooi om te zien zo, hè, Arno. Weer zijn de speler die er gewoon, ondanks een beetje blessure, toch weer helemaal vergeet. Ja, maar weet je wat zo gemerkt zijn, zo'n jong? Als na zijn interview, dan blijft er gewoon nog een half uur met die stone kallen, hè. Ja. En het is net wat ik tegen die sik. Eigenlijk moesten ze dan dat half uur kunnen knippen en plakken. Dat kreeg ze een heel leuk interview. Ja. Goed. Misschien vergeet voor de volgende keer. Hey, dit was Fortuna SCTV. Ja, wie heeft het gehad? Ik vond het leuk, jong. Ik vond het super. Ja, want de jongens, doe eens ook. Als je items hebt, ideeën hebt, stuur ze in naar Fortuna TV. Fortuna SCTV. Hier zitten 2 leuke, gemotiveerde jongens die echt wel willen dat ook de supporters voor het beeld komen. En heb je leuke ideeën, heb je leuke items, stuur ze echt maar in. Ja, Maries, en de volgende uitzending hebben we... Moet ik even denken. Volgens mij achter een wijk of 3. Maar voor hier zitten 2 leuke jongens. Laat voor die 2 achter de camera en aan het geluid. 3 zijn er dus. Laat voor die net ook vergeten. Ik vond het een hele leuke samenwerking. Achter een paar weken zijn we er weer. En ik hoop dat je genoten hebt van dit programma. Mensen, tot de volgende keer. Tot ziens.